Zeg, zeg wat ik vertellen mooi, wat? Nou was ik laatst naar die vergadering geweest van de Moerenmond. Nou, dat was een bierstig interessante vergadering, ja. Dingen, van de Meulenhof, dan kwamen nog praten over specialiseren. Hallo? Ik kom me specialiseren in hennen. Hennen, dat zijn mooie biersten. Ja, want ik heb nou een hukske hennen waar er 100 in zitten. Maar dat is te klein. Het moet groter. Dat zeg ik, hier in de stal, hier staat er nog hennen. Ja, zo zien wij, als boeren zien we gewoon de werkgever van de regio. We zien de werkgever van Nederland. Iedereen is afhankelijk van de boeren. Yes! Nou, hij heeft zo gedacht. Als we nou eens 5 stallen bouwen, dat is 5 keer 20, dat is 100% subsidie. Dan hebben we de geld maar heel even nodig. Wat zeg je? Zie ik dat niet goed? Oh, kan dat? Dat is goed doen. Ja, want hij moest en was al aan de gang namelijk. Ja. Geachte boer Frans, in uw reactie op uw aanvraag, de datum, huppelepuppelepup, voor een milieuvergunning, voor de uitbreiding van de blablabla, delen wij u mede dat het bedrijf in de vergunning op grond van artikel blablabla, niet verleend kan worden? Hè? Hoe kan dat nou? Ik ben potverdorie al een mond bezig om die hinderwetvergunning rond te krijgen. Het dak zit er al op en hun liggen op de mieren nog wel een vergunning. Zeg, ik wil eens even vragen over die hinderwetvergunning voor mij, hè. Zeg, mijn buurman heeft totaal geen bezwaar. Hallo, Oleg? Ja. 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 Zijn dobre, ja. Ja, ja. Nee, Oleg, jij even goed luisteren naar mij. De kippen van stal 3 zijn nog niet buiten. Nee, de luikjes zijn nog niet open. Jij luikjes nu open gaan maken. Ja, tak, tak. Nou, hey, zal ik nog eens één ding zeggen? Ik gooi vandaag in ieder geval voor de hole in one. Voel hem? Ja.